De tentoonstelling gaat over Hollandse zelfportretten uit de Gouden Eeuw. Het is een keuze van 27 van de mooiste zelfportretten. En het leuke is natuurlijk dat je zo'n gevoel krijgt dat je oog in oog staat met zo'n schilder. Hè? Dat je hem in de ogen kunt kijken en dat je toch op een bepaalde manier zo'n kunstenaar leert kennen. Je hebt ook vaak het gevoel als je naar een zelfportret kijkt dat je iets van die turende blik, hè, dat bestuderen in de spiegel, soms een beetje in een frons kunt herkennen. Het is natuurlijk ook fijn als je een beetje leuk kijkt. En dat is altijd heel erg lastig. Sowieso lastig als je op de foto gaat. En je gaat heel zo verstijven, als een bankkonijn kijken, dat soort dingen. Nou, als je daar nou last van hebt, doe iets waardoor je een beetje relaxed. En neem het ook niet allemaal te serieus, want dat is natuurlijk ook niet nodig. Het is uiteindelijk maar een selfie. Die Hollandse schilders uit de 17e eeuw, het leuke daarvan is dat ze zichzelf vaak met hun schilderspullen hebben weergegeven. Dus je ziet ze met palet en penselen, vaak een hele bos penselen, en schilderstok in de linkerhand. En als het ware klaar om te gaan schilderen. En dat was natuurlijk best lastig om dat goed te schilderen, want de meeste mensen zijn rechtshandig. Dus als je je hand in de spiegel ziet, dan zitten je spullen ineens in de verkeerde hand. Dus als je dat gaat schilderen, dan wil zo'n schilder niet dat het meteen duidelijk is dat het een spiegelbeeld is wat hij weergeeft. Dus dan moest hij eigenlijk zijn spullen weer in de goede hand terecht laten komen. Check het licht. Nou, hier hebben we dus het perfecte voorbeeld van een tegenlichtsituatie. Als je nu een foto maakt van jezelf met het raam achter je, krijg je een zwart hoofd. Ik heb licht van de zijkant. Nou, je ziet, het is al stukken beter dan van onderen of van boven, maar het is nog lang niet ideaal. Ik heb hier een velletje A4'tjes, heb jij vast ook. Die hou ik ernaast. En dan zie je meteen dat mijn gezicht stukken beter is uitgelicht. Zeker niet alle kunstenaars hebben zelf portretten gemaakt. Sterker nog, er zijn heel veel beroemde kunstenaars in de Gouden Eeuw. Bijvoorbeeld Vermeer, daar kennen we helemaal geen zelfportret van. Rembrandt was heel uitzonderlijk dat hij zo ontzettend vaak zijn eigen gezicht heeft afgebeeld. Hij schilderde en etste en tekende zijn eigen gezicht wel 80 keer. De meesten deden dat maar één of misschien een paar keer. Maar Rembrandt was eigenlijk de grote meester van het zelfportret van de Hollandse Gouden Eeuw. En sommige zelfportretten kun je afvragen of het echt wel als een zelfportret bedoeld is geweest. En een voorbeeld daarvan is het, ja, we noemen het toch maar een zelfportret van Karel Fabricius. Hij geeft zich weer in kleding die nogal ouderwets oogt. De manier waarop Rembrandt het ook vaak deed. En als je goed kijkt, dan zie je dat hij borsthaar heeft. Nou ja, dat is natuurlijk een element wat in een gewoon portret volstrekt ondenkbaar en onbehoorlijk zou zijn geweest. Een echt hele belangrijke selfie-tip is dat je hem eigenlijk niet te laag van onderen neemt, tenzij je waanzinnig stoer wilt lijken. Als je hem van onderen neemt, ben je over het algemeen 10 jaar ouder en 10 kilo zwaarder. Als je die smartphone een beetje optilt, word je echt stukken jonger en strakker. Dus experimenteer daar even mee, maak er eentje van boven. Een oud schilderij kun je wel en niet vergelijken met een selfie. Een selfie is natuurlijk ook in zekere zin een zelfportret. Maar die schilders in de 17e eeuw die waren echt wel even bezig voordat ze zo'n schilderij voltooid hadden. De reden dat de kunstenaar een zelfportret maakt kan heel verschillend zijn. Maar vaak is het zo dat hij een zelfportret maakte eigenlijk voor zichzelf, voor zijn eigen familie. En die later de herinnering aan hem levend kon houden.
Er zijn natuurlijk enorm veel verschillen tussen 17e-eeuwse zelfportretten en selfies. En de belangrijkste voor mij is denk ik distributie. Van een portret is er maar één, is één exemplaar. Je kunt het misschien nog ergens ophangen waar veel mensen langskomen. En je selfie kun je in principe direct met de hele wereld delen. Zelfportretten waren natuurlijk ook visitekaartjes voor schilders. Hè? Ze wilden in zo'n schilderij laten zien waar ze heel goed in waren en hun eigen kunst voor het voetlicht brengen. Ja, een mooi voorbeeld daarvan is Gerrit Douw. Die was ontzettend goed in het schilderen van allerlei stoffen en materialen en stilleven elementen. En zijn zelfportretten zijn altijd vol met dat soort details. Selfies kunnen natuurlijk ook een heel erg nuttig advertentiemiddel zijn. Dus als jij bijvoorbeeld een fashionista bent en het geweldige accessoires draagt, dan kun je selfies gebruiken om heel veel volgers te krijgen en je vervolgens in de aandacht te spelen misschien van een bedrijf. Het zelfportret van Judith Leijster is een prachtig voorbeeld. Het is niet alleen heel leuk dat het een vrouw is die een zelfportret schildert. Maar zij heeft op haar ezel een schilderij staan. Een figuur van een vioolspeler die uit een van haar eigen schilderijen is gekopieerd. Het leuke is ook de kleding van Judith Leijster. Ze draagt een prachtige, breed uitstaande kraag. Nou, je kunt er natuurlijk grief op innemen dat ze zulke kleren niet echt gedragen heeft terwijl ze in haar atelier aan het werk was. Want dat werd alleen maar vies. Dus zij presenteert zich natuurlijk ook op haar best. Nou, we staan hier voor een prachtige plek. Jullie zien echt een geweldig plaatje achter mij. En dat is niet toevallig, want we gaan het nu even hebben over een heel veel gemaakte fout met selfies. Namelijk dat mensen niet de achtergrond checken. En je kent vast wel die selfies met hele nare dingen die gebeuren. Maar soms ook gewoon een lantaarnpaal die uit iemands oor steekt. Ga het maar even proberen. Het leuke van die zelfportretten is natuurlijk ook dat je kunt zien hoe zo'n kunstenaar eruit uit heeft gezien. Dus ja, een zelfportret van Karel Fabricius vertelt je hoe de schilder van het puttertje eruit zag, om maar eens iets te noemen. Het is vooral een visitekaartje van een kunstenaar. Een schilderij waarin hij of zij liet zien waar hij goed in was. En waar hij goed zijn best op heeft gedaan. En waarmee hij zich wilde presenteren aan de buitenwereld. Dat maakt die schilderijen zo bijzonder.